En dan was er nog iets anders dat we niet mochten vergeten. Daarvoor heb ik Frank aan de telefoon. Frank, goedemorgen. Hallo, goeiedag. Dag Sam, hallo. Beste Frank, jij bent zelf een sportief persoon? Het is te zeggen, ik durf een keer tegen balken stampen. Oh. Maar ja, niet dat, ja, voor de loze. Ja. Maar echt sportief. Ik heb vroeger wel veel voetbald nog. Ja. Maar wel tegenwoordig is u recreatief. Snap het. Is jouw sportieve tip voor de komende dagen, is dat dan ook iets dat met voetbal te maken heeft of met ballen in het algemeen? Ja, het heeft met balkjes te maken. Het is echt waar, mensen geloven niet dat dat bestaat. Dat is een blote mannen minivoetbaltoernooi. Pardon, excuseert. Een blote mannen minivoetbaltoernooi. Een blote mannen minivoetbaltoernooi. Ik denk dat er nog iets voor u zou zijn, Sam. Om te spelen of om te supporteren? Ah, maar ik weet niet, alle twee thuis. Het is voor blote mannen met kleine balkjes. Ah, ja, maar het probleem is... Ja, oh mijn goeie god. Is daarom dat minivoetbal ook is? Omdat, ja, minivoetbaltoernooi. Ja, ik snap het. Ja, het is dus... Allee, het ding net, van boven zijn ze bloot, dus die voetballers. En dan hebben ze zo'n klein broekje, zo'n half afgesneden boorabslipje. En dan, als dat... Ja, zessen tegen zessen. En je moet zo rap mogelijk de balkjes in het goolke krijgen, eigenlijk. Ja, maar wacht. Welke balkjes moeten in welk goolke precies terechtkomen? We moeten daar duidelijk in zijn. Dat is Sam de Bruin, dat is niet mijn juf. Zullen we daar geen pijs? Want, Sam de Bruin. Sam de Bruin. Dat is mijn naam, ja. Jawel, ik ben een enorme fan van u. Want, allee, ik vind dat fantastisch. Heidi van Dingskes, die heeft vandaag. Ja, jij doet dat goed. En ik dacht, ik laat een keer iets weten. Ah, maar dat is goed, maar ik ben super blij. Maar Sam, wij kennen elkaar, hè? Ah ja? We hebben elkaar al veel gezien. In Gent verzekerst, want ik heb zo ergens zo het gedacht dat er van Gent zit. In Brussel hebben we elkaar en ook in Gent hebben we elkaar, en we hebben elkaar al veel gezien. Weet jij dat wij elkaar volgens mij alleen elkaar een bloot gezien hebben? Ja, het is echt. Oké. Ja. Ja, maar Sam. Ja. Zeg, is hij met die goede radiocollega Peter van de Veire? Ik hoorde dat geen weg naar Gent daar was, verdorie. Zeg, meneer van de Veire, goedemorgen. Oei, en hij zegt, daar ben je. Hey, zeg, merci op de bel, hè, Peter. Dag, Sam.